Auto is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Die begint met een galoppade voor paard nummer 1, Golden Girl JE. Die wil ook niet draven. De andere vijf zijn wel goed weg. En de reling zijn dus de leiding voor Secret Honey. Secret Honey gaat als eerste de bocht in. Secret Honey gaat als eerste de bocht in. Comete Buffet heeft aan de buitenkant een hele goede start gehad. Derde ligt Driade de Boko. Vierde plek aan de reling zijn er voor Dino de Bourgogne. En vijfde aan de buitenkant daarnaast is Colonel Newport. Die vijf paarden dicht bij elkaar. En Secret Honey leidt. Dat heeft ze in haar carrière al heel vaak gedaan. Van kop af gekoerst. Dat doet ze nu ook. Aan de buitenkant komt er wel druk van Comete Buffet. Die laat niet echt na, want die wil graag zelf één tempo lopen. Of dat nu harder of langzamer is dan de koploper, maakt hem niet zoveel uit. Op dit moment is dat harder. En dus neemt hij een halve lengte voorsprong. Comete Buffet is er nog niet langs. Aan de binnenkant komt Secret Honey weer terug. Daarachter volgt dan de rest van het veld. Op plaats 3 aan de relingzijde Driade Boko. Die houdt het kruid mooi droog. Buitenkant Colonel Newport. En daarachter aan de relingzijde Dino de Bourgogne. Ze gaan de paarden de bocht hoor. Nog altijd nek aan nek die voorste twee. Relingzijde Secret Honey, buitenzijde Comete Buffet. En die komen naast elkaar de rechte lijn voor de tribune weer in. Goed bezette tribunes, veel fans zijn voor de rijders meegekomen. En deze vijf combinaties hebben allemaal nog kansen als we nog een ronde te gaan hebben. Secret Honey aan de binnenkant, Comete Buffet op plek 2 aan de buitenkant. Daarachter gaat zo langzaam naar het tweede spoor. Dat doet hij heel slim, Driade Boko. Daarachter gaat aan de relingzijde nu naar voren het gaatje in de nummer 4 van Dino de Bourgogne. En dat gaatje is alweer dicht van Driade Boko is terug naar de reling. Aan de buitenkant ligt Colonel Newport. Paarden gaan de rechterbocht in. Dat is de voorlaatste bocht. Iedere keer is Comete Buffet er even langs. En dan komt hij aan de binnenkant Secret Honey weer terug. Secret Honey heeft weer voorsprong. Weer een halve lengte. En zo gaan de deelnemers voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Secret Honey, halslengte voorsprong op Comete Buffet. Daarachter Driade Boko. De vierde plaats is voor Dino de Bourgogne. En vijfde en laatste is nu Colonel Newport. Weer een aanval van Comete Buffet. Weer richting de bocht. En dat is de laatste bocht. En aan de binnenkant komt weer Secret Honey terug. Secret Honey blijft vechten. Heeft weer een halve lengte. En gaat nu als duidelijke leider de laatste bocht in. Secret Honey, Comete Buffet. Daarachter Driade Boko. Die gaat binnendoor naar voren. De rijder twijfelde nog even. Ga ik naar binnen, ga ik naar buiten. Maar hij kan heel mooi binnendoor. En dat doet hij precies half. Verwege de Tjaarda-bocht. Leiding is in handen van Secret Honey. En die komt zometeen als eerste de laatste rechte lijn in. Driade Boko in de achtervolging. Daarachter gaat nu binnendoor naar plaats 3 Dino de Bourgogne. En vierde ligt nu Comete Buffet. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Het gaat nog wel even spannend worden, want daar komt Driade Boko aan de buitenzijde. Aan de binnenkant Secret Honey. Buitenzijde Driade Boko. Wim Hendricks aan de buitenkant gaat het proberen, maar hij komt er nog niet echt voorbij. Het is nog steeds Secret Honey die leidt. En Secret Honey met Merel Hengelveld die wint op de tweede plaats. Driade Boko in de derde plaats. Knap gelopen, Dino de Bourgogne.